Ed, SML thuis, Eindstand 2-1. Met welk gevoel sta je hier? Nou, met een goed gevoel, vooral omdat we 3 punten hier thuis hebben gehouden. En door deze 3 punten zijn we in ieder geval we hebben meer punten dan DVV wel vorig jaar het hele seizoen. Dat was een van de doelstellingen om niet kansloos zoals DVV wel te degraderen. Nou, qua punten doen we dus goed. En voor het overige moet je deze ploeg om je houden. En ik denk dat we met SCP en SML al 2 ploegen zijn die voor rechtstreeks degradatie in ieder geval in aanmerking komen op deze manier. Dat is een grappige. Die reden van DVL hadden we niet over nagedacht, maar dat is wel iets om mee te vergelijken natuurlijk. Wat ik zelf vond, een aantal wedstrijden natuurlijk heel leuk gespeeld in deze klasse. Eigenlijk onbevangen ook de wedstrijd ingegaan. Vandaag speel je tegen de nummer laatste die eigenlijk heel weinig punten heeft. Waardoor het nu voor het eerst de druk bij het drill lag. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Nou, we begonnen goed. En we hadden in de eerste fase ook om te scoren. Hadden we de mogelijkheden ook voor. En gaande de wedstrijd kwam SML eigenlijk in de wedstrijd, wat wij in andere wedstrijden vaak hebben. Dat betekent dat we even zelf moeten zoeken en in de wedstrijd komen. Had SML vandaag tegen ons. En die kwamen er steeds beter in eigenlijk. En die kregen ook steeds meer geloof in een goed resultaat. Omdat ze lang de nul konden houden. En de tweede helft komen we dan wel voor. 2-0. En je ziet toch dat ze door het spelmoment 2-1 terugkomen. En dan dat ze ook meteen weer alle hens dek is om de 3 punten hier te houden. Natuurlijk zijn we hartstikke blij met de 3 punten. Iedereen is ook een beetje opgelucht na zo'n wedstrijd. Toch op het eind was het even billen knijpen. Heb je daar een verklaring voor waarmee ben je toch een wat veilige tussenstand van 2-0 en toch weer wat last kunnen krijgen in de laatste fase van de wedstrijd? Nou ja, we hebben vorige week zelf gezien tegen de kop lopen. Tegen Dio staan we 2-0 achter, scoren 2-1 en uiteindelijk moet Dio met de billen bloot hier. Omdat je tot het eind van de wedstrijd in de wedstrijd blijft. En dat zie je nu ook, die jongens die krijgen 10 minuten voor tijd 2-1 en die geloven nog in een goed resultaat. Dus die krijgen een extra stimulans en bij ons is het dan van we mogen hier geen punten verspelen. Terwijl, ja, dat weten ze natuurlijk dat ze tegen SML gewoon 3 punten moeten binnenhouden. En dat is eigenlijk het grote manco en dan ga je naar achteren lopen en dan krijg je eigenlijk alle facetten die je niet moet doen. Angstig, geen bal meer willen hebben, wegschieten, niet meer voetballen en daardoor kom je in het probleem. Mooi leerzaam moment hè, in deze wedstrijd, dus op weg naar richting winterstop. Nog 2 wedstrijden, volgende week uit Dio met in ieder geval 3. Orion uit. Orion uit inderdaad, met 3 punten op zak van SML. Lekker gevoel, lijkt mij, deze zondag. Ja, Orion uit nog, kunstgras is lastig ook weer voor ons. Daarna krijgen we Hatert nog thuis en we staan nu op 16 punten, kijken wat we er nog bij kunnen krijgen, halve de competitie. Maar 1 punt per wedstrijd gemiddeld, dat doe je goed en dan maak je ook grote kans dat je rechtstreeks erin blijft gaan. En dat is onze doelstelling nog, dus daar gaan we voor. Dankjewel.